Goed, welkom bij het derde deel van het programma Actua. Dagelijks om 12 uur, tussen 12 en 1 hier via kanaal 8.2 STVS en via GovTV kanaal 8.3. Een gezamenlijke productie van beide instanties. We hebben als gast ter afsluiting de voedseltechnoloog, meneer Ricky Stuttgart, bekend in de samenleving. Weet alles over hygiëne, noemt u maar op. En we vonden het nodig om de heer Stuttgart in het programma te hebben in het kader van het COVID-19 gebeuren in Suriname. Meneer Stuttgart, ik zei het eerder in het programma al, terwijl wij het redelijk doen in Suriname qua besmettingen, qua beheersing van de situatie, merken we toch dat het niet echt lukt bij de buurlanden. Frans-Guyana 107 en Guyana 67 gevallen. Dat klinkt niet lekker. Ja, als de buren ziek zijn, zeg maar. Dat is zo. Maar we moeten dus wel er rekening mee houden dat de 10 mensen die geïnfecteerd zijn geraakt, tot een speciale groep behoren. Ik zeg tegen mijn studenten, het zijn de mensen die op reis kunnen gaan. De mensen die een eigen huis hebben, die een schutting hebben. Hun kinderen gaan met mama en papa naar school. Mama en papa gaan met de auto naar school en naar het werk. En de kinderen spelen vaak genoeg niet met de buren. Ja. Het coronavirus is nog niet gekomen bij de volksbuurten van ons. Waar je bijvoorbeeld de mensen wonen in een 2x2, 20 mensen wonen in een huis en 3 generaties. Vandaar dus dat het nog beheersbaar was voor het BOG onder andere. Wat wij moeten doen, we moeten ervoor zorgen dat het virus daar niet komt. Omdat deze mensen, de kinderen spelen in de middaguren met elkaar, 3 generaties. Mama en papa gaan via met een bus naar het werk, waardoor je dus de kans op overdracht van het virus juist groter is. Die groep die tot nu toe bij ons het geval is geweest, dat zijn de mensen die eigenlijk een beetje in quarantaine leven. Hun eigen huis, eigen kinderen, eigen schutting, auto naar het werk. Dus die leven eigenlijk een beetje meer in een quarantaine situatie. Ja. Dus we moeten niet gaan slapen en denken van de buren, daar is het een probleem, wij hebben geen problemen. Het probleem bij ons is nog niet gekomen. We moeten alert blijven. En we moeten ervoor zorgen dat we die mensen bereiken om de boodschap over te dragen bij hun, wat ze wel en niet moeten doen om ziek te worden. Oké, okay, geweldig. Een van de maatregelen vanuit de overheid, meneer Stuttgart, is persoonlijke hygiëne, handhygiëne. Hè? Voor de mensen die het nog niet beseffen, hoe belangrijk is dat? Laat me er dit van zeggen. Handhygiëne, dat moet de ketting doorbreken, dat moet die keten doorbreken. Het is namelijk zo, dus we hebben avondklok, we hebben quarantaine, we hebben lockdown. Al die maatregelen zijn goed. Maar het is onze handen die voor die contaminatie zorgen. We raken ergens aan en onze handen komen in ons gezicht, in ons mond, ogen en oren. Laat maar dit van zeggen, als een virus bij wijze van spreken op mijn hand hier komt, gebeurt er niks. Als iemand bijvoorbeeld bij mijn nies en flik komt op mijn lichaam, gebeurt er niks. Maar wat gaat er gebeuren? Ik ga daar aanraken en ik ga dan met die besmette hand in mijn mond, in mijn neus en in mijn ogen. Dan vindt die contaminatie plaats. Het is namelijk zo dat het virus heeft onze slijmvliezen nodig om binnen te dringen. Okay. En onze slijmvliezen zitten in onze mond, in onze neus, in onze ogen. Zolang we bijvoorbeeld onze handen in voldoende mate reinigen en desinfecteren, wordt die keten doorbroken en kan je dus niet ziek worden. Dus handen wassen is van eminent belang. Laat me er dit bij zeggen. Sinds 3 oktober 2009 ben ik met een project begonnen om de jongeren van de jonge plusfactor te leren hoe ze hun handen moeten wassen. En dat project heeft tot 11 april 2011 geduurd. En we hebben toen 3500 kinderen geleerd. Daarna hebben we naar CELOS jongeren laten komen, scholieren laten komen om hun handen te leren wassen. In 2015 ben ik met Intermet een samenwerking aangegaan, waardoor we vanaf 2016 de Intermet scholen handenwassenwedstrijd organiseren. En tussen deze 2,11 jaren hebben we meer dan 15.000 kinderen geleerd hoe ze hun handen moeten wassen. Omdat het is je hand dat overal naartoe gaat. Het is je hand dat zaken aanraakt en je besmet je hand. En dan ga je met je hand in je eten, in je mond, in je ogen en in je oren. Dus je hand is van eminent belang. Wanneer we dat in ons hebben, dan gaat u zien dat voedselvergiftigingen,
infecties veel minder gaan zijn. Ja, ik hoorde een autoriteit ook zeggen dat omdat we letten op onze handhygiëne, we geen piek hebben gehad van wat we noemen die griep, influenza. Maar ik weet niet of de volksbuurt zich daarmee bezighouden. Ik wil wel geloven dus dat die piek nog niet gekomen is. En ik denk bijvoorbeeld, dat komt ook omdat we een kleine gemeenschap zijn. Mm-hmm. We leven toch nog op afstand van elkaar. En die avondklok is heel belangrijk. Want 's avonds ga je socializen. 's avonds ga je bijvoorbeeld naar een feestje. Waardoor je veel meer contact hebt met elkaar. En daarmee heb ik niet gezegd dat het door moet gaan, hè, die avondklok. Maar op die manier heb je dus dat mensen minder met elkaar ontmoeten. Minder elkaar aanraken. En daardoor ook minder besmet raken. Ja. Maar, ik ben er wel van overtuigd dat finally we allemaal ermee geïnfecteerd zullen worden. 80% van de mensen gaat dat niet eens opmerken. Toch? Maar het is de mensen met een verzwakt immuunsysteem, die gaan er zieker van worden. Je ziet ook dat in Europa, Amerika, er zijn meer de senior burgers die doodgaan. Omdat ze een chronische ziekte hebben, ze hebben een verzwakt immuunsysteem, ze waren geïnfecteerd door het virus en hun lichaam kan dat niet aan. Nee. De meeste jongeren en mensen met een versterkt immuunsysteem, die gaan misschien eventjes een griepje krijgen en dan is het in orde. Dan worden ze beter. Wij moeten dus ervoor zorgen dus dat ook onze oudjes we beschermen, in bescherming nemen. Ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk geïnfecteerd raken. Laat maar dit nog zeggen. Als ik zie, kijk naar Italië, ik kijk naar Amerika, Nederland. Er zijn voornamelijk de senior burgers. Wij in Suriname hebben eigenlijk toch wel een ander soort manier van leven. Onze ouders is de laatste stap wanneer we ze naar een tehuis brengen. Ja. In Europa, wanneer je 60 jaar oud bent, zeggen die kinderen al, mama, papa, je moet naar een tehuis. In het tehuis liggen allemaal oudjes, zijn er allemaal oudjes met een verzwakt immuunsysteem. Ja. Als één persoon geïnfecteerd raakt, raakt de hele boel geïnfecteerd. Daarom zijn er zoveel doden daar. Ik verwacht dat niet zo snel bij ons, omdat we onze ouders thuis hebben. Een tehuis is de laatste stap. Dus eigenlijk hebben we onze ouders ook in een soort quarantaine. Waardoor ze zo min mogelijk in contact komen met andere oudjes die misschien geïnfecteerd zijn. We hebben wat dat betreft een veiliger systeem dan in Europa, waar het koud is, waar de mensen meer binnenshuis leven, waar oudjes bij elkaar komen, met alle gevolgen van dien. Ja, we hebben gesproken over handen wassen. We hebben gesproken over andere maatregelen, avondklok. We zien in een heleboel, en vooral in Aziatische landen, meneer Sukga, dat men toch grijpt naar de mondkap, hè? Mond- en neuskap. Ja, ja. Hoe effectief is dat? Oké, dit moeten we zeggen. Die mondkap is in eerste instantie bestemd voor zorgverleners. Mensen die in ziekenhuizen werken, artsen, verpleegsters, ze moeten mensen behandelen en ze moeten ervoor zorgen dus dat zij zelf niet ziek worden. In tweede instantie is het bestemd voor mensen die ziek zijn, zodat ze anderen niet ziek maken. Als je gezond bent, heb je eigenlijk geen mondkap nodig, omdat je dus juist vaker met je hand in je gezicht gaat. En als je ergens hebt aangeraakt, het virus is een onzichtbare vijand, dan heb je juist de kans dat je jezelf infecteert. Mm-hmm. Wat gebeurt er dus nu in Azië? Je ziet dus dat ze hebben SARS gekend, ze hebben MERS gekend, ja. Ze hebben bijvoorbeeld die Hongkong-griep gekend. Er zijn duizenden mensen doodgegaan. Dus als kreeg je die de man schiet. Okay. Zij hebben bij wijze van spreken het gevoel van een mondkap. Maar hun populatie is ook groot. Om maar een gek voorbeeld te geven, laten we even kijken dus naar Mongo. Als Mongo in China is, dan wonen 10 miljoen Chinezen daar. Ze zijn dichter bij elkaar, ze niezen, hoesten, waardoor ze elkaar makkelijk kunnen infecteren. Mm-hmm. Wij hebben maar 500.000 mensen en Suriname is relatief groot. Waardoor die populatiedichtheid veel minder is. De kans op infectie is ook veel minder. Toch? Een mondkap heb je niet nodig als je bijvoorbeeld gezond bent. Okay. En weet je wat pijnlijk gaat zijn? Wanneer we allemaal mondkappen gebruiken, die dingen raken op. Een geliefde van je wordt ziek en je gaat dus niet naar de dokter. En de dokter zegt, ik kan jou niet helpen, want er zijn geen mondkappen. Mondkap is, ja. Een andere ding die ik ook nog wil erop wijzen. Wil je werkelijk mondkap op hebben? Dan heb je 6 per dag nodig. Eentje kost 10 SRD, 30 dagen, 1800 SRD besteed je alleen maar aan mondkappen. Mondkapjes. Dat moeten we ook gaan inzien. Ja. Het is niet nodig. Ik kan me wel best voorstellen dat we in een of andere winkel gaan, eind van de maand,
airco 300 400 mensen zie je binnen zitten en dan wil je zeggen van hey, luister, ik ga mondkap aantrekken omdat het is een airco ruimte mensen kunnen niet ja. Dat kan ik me voorstellen maar in principe wordt het niet nodig. Ja. Het geeft de gebruiker eigenlijk meer het gevoel van zekerheid maar het is nog geen zekerheid dat men bespaard blijft van eventuele besmetting. Ja maar ik ben continu bezig het te regelen. Mijn handen komen continu in mijn gezicht. De kant dat ik ergens heb aangeraakt, wat een virus was. En dan gaat u weer in uw mond. En daardoor vergroot ik juist de kans om geïnfecteerd te worden. Goed, dus eigenlijk is de key zoals u zei, handhygiëne. De key is handhygiëne, omdat met mijn hand ga ik in mijn gezicht. Ja. Wanneer we dus onszelf, kijk, laat me een ander voorbeeld geven. Laten we even aannemen, je moet 7 uur aan het werk zijn. Je verslaapt je, 6:45 sta je op. Je baat niet, je was je mond niet. Je trekt je kleren aan, je race naar het werk. Je hebt het gevoel dat iedereen weet dat je niet gebaat bent. Ja. Omdat je ouders je hebben ingetimmerd. En zo moet het worden met handhygiëne. Je moet, als je naar van het toilet komt en je hebt je handen niet gewassen, heb je het gevoel dat iedereen het weet. Als je bij wijze van spreken je handen niet hebt gereinigd, gedesinfecteerd en je bent in je gezicht gekomen, heb je het gevoel dat iedereen het weet. Wanneer je dat gevoel hebt, dan is je een beetje ingeburgerd, het is je voor persoonlijk geworden, dan gaan we op de goede weg. Oké, geweldig meneer Stuttgart. Een ander punt dat ik aan u wil voorhouden. Corona en gezonde voeding. Is er een link met elkaar? Er is een waterdichte link. Okay. Het is namelijk zo dat geen enkel virus is er een medicijn. Die medicijnen die we hebben of gebruiken is om je weerstand een boost te geven, dan wel om ervoor te zorgen dat je een pijn te verzachten. Het is je immuunsysteem die het probleem oplost. Je weerstand lost het probleem op. Je weerstand moet het virus herkennen. Okay. En je weerstand moet dan antistoffen produceren waardoor je beter wordt. Vitamine C is een van de middelen om je weerstand een boost te geven. Je hoeft geen dure medicijnen of tabletten te gebruiken. Alle zure vruchten in Suriname hebben voldoende vitamine C om je te helpen. Verder hebben we vitamine B-complex nodig. Vitamine B-complex gaat ervoor zorgen dat je eiwithuishouding, je vettenhuishouding, je mineralenhuishouding, je suikerhuishouding en je vitaminehuishouding blijft functioneren, waardoor je lichaam sterk genoeg is om het virus aan te pakken. Dus we moeten voldoende goed eten. Gezond eten. Gezond eten. Ja. Vitamine C via vruchtensappen, via vruchten kon naar binnen krijgen. Vitamine B-complex via vlees, vis, dierlijke producten. Je moet voldoende water drinken. Je moet voldoende rusten. En je moet stresssituaties proberen te verminderen. Want als je gestresseerd bent, doe je aan roofbouw aan je lichaam. Je eet minder. Je lichaam is juist meer nodig, waardoor je jezelf verzwakt en je immuunsysteem verzwakt. Goed eten, voldoende water drinken, stress minimaliseren, dan ook al fit. Ja, dat is naar mijn gevoel al de afgelopen weken nog niet echt duidelijk gestrest. Hè? De rol van gezonde voeding binnen dit geheel. Maar het blijkt dus heel erg belangrijk te zijn. Het is van eminent belang. Ja. Omdat het is je weerstand die het probleem moet oplossen. Ja. Quasibita, Lonbita, Watrabita zijn allemaal om je weerstand een boost te geven. Niet om het virus aan te pakken. Vaccinatie, wat is vaccinatie? Een verzwakte, een dode virus of bacterie wordt ingespoten in je lichaam en je weerstand moet het herkennen. Het is nog steeds je weerstand die het probleem moet oplossen. En daarom moet je ervoor zorgen dat je in voldoende mate eet, voldoende vitamine C naar binnen krijgt, voldoende vitamine B-complex, dat je kan fit. Ja. Heeft u enig idee hoe lang we nog kunnen wachten op een vaccin, meneer Stuttgart? Wanneer ik kijk dus naar de historie van een influenza-pandemie, zo had je bijvoorbeeld eentje in 1730, 1731, je had eentje in 1732, 1733, je had eentje in 1889, 1890. De Spaanse griep, dat was van 1918 tot 1919. De Aziatische griep, dat was van 1957 tot 1958. Ze duren allemaal een jaar. Ja. Maar de technologie van vandaag aan de dag is vele malen beter, vele malen sneller dan toen. Ik verwacht dat binnen een jaar we een vaccin vinden om het probleem op te lossen. Mm. Maar er is een verschil hè? Vaccin en medicatie? Ja, dat is wat ik net zei. Een vaccin is eigenlijk een verzwakte, een dode of een stuk van een virus.
en je wordt ingespoten en je weerstand moet proberen het virus te herkennen. Ja. En zolang je weerstand het virus niet heeft herkend, blijf je ziek. Het moment wanneer je weerstand het virus herkent, produceert je antistoffen en dan word je beter. Medicijnen is om de pijnen te verzachten, okay. Is om ervoor te zorgen dat je weerstand een boost krijgt, is om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld geen ademhalingproblemen krijgt. Maar het is nog steeds je weerstand die het probleem moet oplossen, je immuunsysteem. En je moet je immuunsysteem versterken, je moet je immuunsysteem sterk genoeg maken om het probleem op te lossen. Dat er zoveel oudjes doodgaan, dat komt omdat ze hebben een chronische ziekte, het komt omdat ze een verzwakt immuunsysteem hebben en het virus valt aan en het virus schakelt hun immuunsysteem verder uit en dan gaan ze dood. Dus je kan besmet zijn, maar je hebt het niet door, maar vanwege je gesteldheid. Ja, het is eigenlijk verwachtbaar dus dat 80% van ons zullen het krijgen en we gaan dat misschien niet opmerken. Kijk, ik heb in 2015 had ik met een dokter Codington gesproken en ik zeg tegen hem, ik heb nooit dengue gekregen, nooit Zika, nooit chikungunya. Hoe komt het? Terwijl dengue is bijvoorbeeld mosquitobit. De mosquitobit bit me. Ja. En hij zei tegen me, je hebt waarschijnlijk een lichte vorm gehad. Toch? Je lichaam heeft het aangepakt en je bent beter geworden. Je bent niet naar de dokter gegaan, waardoor je niet gehoord hebt dat je het hebt. Ja, ja. En ik ben werkelijk griep, jongen. Ik heb vaak griep gehad. Mm-hmm. Maar ik ben het gaan uitzieken, vitamine C gebruik, voldoende eten en ik ben beter geworden. En 80% van de mensen gaan het krijgen. Don't underestimate it. We gaan het krijgen. Okay. En ons weerstand gaat het probleem voor ons oplossen. En daarom moeten we onszelf goed voeden. Of je nyang zo alesi, toch? Of je nyang alesi naar een sardine. En dat doe je structureel, dan ga je een probleem hebben. Dan zoek je problemen. Dan zoek je problemen. Ja, oké. Okay. Geweldig, meneer Stuttgart. We gaan naar de afronding toe. In elk geval heeft meneer Stuttgart gesproken of de nadruk gelegd op het belang van goede voeding. Ja, gezonde voeding. Niet te veel vettigheid, toch, meneer Stuttgart? En handhygiëne. De sleutel, in zijn ogen de sleutel om zeg maar af te blijven van het virus. We gaan naar de afronding, meneer Stuttgart. U heeft het laatste woord. Ja, wat ik eigenlijk iedereen wil adviseren is om de voorzorgsmaatregelen van de overheid op te volgen. Dat zaakje is een pakket. Het is avondklok, het is lockdown, het is quarantaine, het is handhygiëne en social distance. Want het is een pakket. Ze staan niet los van elkaar. En de bedoeling daarvan is om ervoor te zorgen dat in geval het virus zou komen, dat hij vertraagd gaat, waardoor de ziekenhuizen de mensen die een beademingsapparaat nodig heeft, kan helpen. Maar als we bij wijze van spreken bijvoorbeeld doen alsof we gek geworden zijn, een kip zonder kop, we doen maar wat we willen, dan kan je bijvoorbeeld hebben dus dat die 30 beademingsapparaten die wij in Suriname hebben, zijn onvoldoende. Okay. Als bijvoorbeeld 50 mensen in ieder ziek worden, 100 mensen worden ziek, dan gaan er 4 mensen doodgaan. Laten we de voorzorgsmaatregelen van de overheid opvolgen. Dan komt het goed. Dank u wel, meneer Stuttgart. En succes verder met uw drukke werkzaamheden. Dank u. Zo, kijkers, dan hebben we het gehad voor wat betreft deze aflevering van Actua. We gaan u vragen om morgen om 12 uur weer te kijken naar een nieuwe aflevering met een andere presentator. Bedankt en voor straks smakelijk eten.